Deze beschouwing die gaat over windenergie. Windenergie is een energie die je in Nederland aardig kan oogsten en die kan je natuurlijk omzetten in elektriciteit. Dat gebeurt nu ook. En je ziet ook in Almere, en daarom sorry Almere, ik moet zeggen de Flevopolder bijvoorbeeld, die staat bergsels vol met windmolens. Bepaalde stukken dan, hè? maar je ziet ze eigenlijk overal wel staan. Ik weet niet of die manier die ze nu hebben hè, om die windmolens uh, te plaatsen, of dat de meest optimale manier is. Hm? En ik ga het even beschouwelijk doen dit hele verhaal. Het is voor jullie ook om er lekker over mee te denken. Dus neem er even de tijd voor. Ik, ik ga me niet wat behaasten. haasten. Pak een blaadje papier erbij en een pen of zo. Dan kan je wat aantekeningen maken. En ga er zelf even mee aan de slag. Met een gedachte. Kijk, van oudsher. maken wij die windmolens. waarbij je dan de. De wieken, die moet je in de wind houden. Hè? Oh ja, en voordat ik het vergeet, de Europese Unie die wil de bouw van windmolens hier in Nederland aan banden leggen. Misschien moet ik daarmee beginnen, maar wil jij dat ook? Vind jij dat de Europese Unie hier een punt heeft? Nou, vraag. Schrijf even op je, op je blaadje papieren. Vraag het eens dus in je omgeving. Ik ben benieuwd naar de mening van jullie. Misschien dat ik op mijn website perry7.nl... die moet ik toch een keer gaan opfripsen. En dan, moet, uh, dan moet wat HTTPS... Moet, ik moet nog een beetje aan werken. Maar, dat we daar een soort enquête kunnen gaan houden. Maar wat vinden jullie nou... Van Europa mogen nou, we moeten ja, mogen, mogen er niet zomaar windmolens bij in Nederland. En daar worden maatregelen, normen en dat soort aan gesteld. Hè? dat soort eisen, regels, of zo. Want het mag dan misschien wel, maar dan moet je wel voldoen aan la 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 en eigenlijk mag het niet, of zo. Zo is daar zijn ze mee bezig. Nou, uh, wat vind jij daarvan? Ja, als iedereen dat vindt, uh, dan. Ja. ja. Ik zou dan graag willen, waarom, <laughs> willen weten waarom. Hè. Want windenergie, ja, in Nederland, het is gratis hoor. Uh, kan je zeuren wat je wil. En er is wat over te zeuren hoor. Windmolens die, die mappen ook vogeltjes uit de lucht. En uh, je kan zeggen dat die dingen lelijk zijn. En je kan zeggen dat die dingen bij lange na niet opbrengen wat ze kosten. Uh, daar kunnen we het over hebben. En dat zijn, denk ik, Nederlandse problemen. Want ze hebben in Brussel natuurlijk niet last van het feit dat er in de Flevo polder windmolens staan. Dat kan je mij die wijsmaken of dat die Duitsers erover geklagen. Ja, die Hollanders, al die, uh, die windmolens. Oh, ik weet niet trouwens hoe het heet op Duits. <laughs> of dat die Fransen geklagen. Ja, we hebben er geen geluid over last van. Man. En als het er hard waait, horen we zo: wik, wik, wiek. En Dat komt allemaal uit Nederland. Dat is niet waar. Daar heeft helemaal niemand last van. En als wij windmolens bouwen die dan meer kosten dan dat ze opleveren. Ja, dan zijn wij dom bezig. En moet dat Brussel dat dan van tevoren gaan voorkomen? Hebben we daar Brussel voor nodig? Dat kunnen we hetzelfde zelf toch wel ontdekken of niet? Nou, schrijf dit nou even op je, op je blaadje. En vraag het even in je omgeving. Hoe denkt je omgeving daarover? Wat vindt je omgeving dat er moet gebeuren? Op dit, op dit terrein dan, hè?

Mag er zelf voor kiezen of ze ergens windmolens laten plaatsen, ja of nee. Dat hoeft wat mij betreft niet eens via de provincie worden geregeld. Ik kan me voorstellen dat als er windmolenparken worden aangelegd tussen twee gemeentes in. en in de ene gemeente wil het wel en de andere gemeente wil het niet. dat die gemeentes dan tegen elkaar zeggen: oké, okay, we gaan naar de provincie toe en kijken wat die ervan vindt. Ik wil die provincie niet helemaal buitensluiten, maar in principe als op gemeenteterrein een stelletje ambtenaren met een deeltje met een projectontwikkelaar en dan zeggen we nou, laat maar gaan. En waarom niet? Ik, ik durf te zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Als je vanuit Arnhem naar de A1 rijdt, dan heb je voorbij Barneveld, en ben je echt vlak bij de A1. Dan staat daar een windmolen. Een of andere boer heeft dat ding neergezet op zijn land. En wat doet het ding? Nou, ja, het is niet eens een hele hippe molen, het is een beetje een ouderwetse molen. Het is niet eens per se mooi of zo. Maar dat ding staat er al heel lang. Nou, dan moet die boer toch lekker weten... Is dat ding rete efficiënt? Ja, weet ik veel. Interesseert mij dat wat? Nee, natuurlijk niet. Die windmolens van die boer. Dan moet hij weten. Of zij, als de boer de rij gerund wordt uh, door een vrouw. Ja, ik vind dat iedereen dat zelf mag uh, doen. Hoor. Zelf mag bepalen. En ik weet ook dat er hele eenvoudige windmolenachtige toestanden zijn ontwikkeld. En die worden dan gebruikt om water uit de sloten omhoog te pompen voor de koeien. We kunnen de koeien een beetje drinken. Dat mag er ook, als een boer dat wil. Ik heb daar geen moeite mee. Ik vind dat als een boer dat wil op zijn eigen land, dan moet hij dat lekker doen. En als de provincie dat wil toestaan binnen de provincie. Of de gemeente dat wil toestaan binnen de gemeentegrenzen, dan moet die dat doen. Als iemand een windmolen in zijn tuin gaat zetten, dan vind ik wat anders. Dan moeten boeren kunnen klagen en zeggen: hé, hey, dat willen we niet. Maar de gemeente moet er een beetje, een beetje zeggenschap in hebben. Dat vind ik wel. Maar Brussel? Nee, waarom? Die zitten veel te ver weg. Nou, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Ik hè? Ik zeg niente nada zilch not. Nou, we kijken wat jullie zeggen. En om een tipje van de sluier op te lichten: uh, Brussel wil de bouw van windmolens tegenhouden, omdat bij de productie van windmolens komt er stikstof, komen er stikstofoxiden vrij. Uh, stikstofmonoxide en stikstofdioxide zijn de enige twee oxides die je kan krijgen, by the way. En die stikstofoxide, als die in aanraking komen met water, en dat komen ze natuurlijk, dan gaan ze een verbinding aan en dan vormt zich uh, iets wat dan, ja, dat wordt een zuur. HNO2 en HNO3. Ja, mijn scheikunde kennis is een beetje roestig hoor. Maar vroeger wist ik, dat, wist ik dat uit mijn hoofd. En dan zou dat de zwavel, dat is een salpeterzuur, dat zou dan heel slecht zijn voor het milieu. Ja, en dan denk ik, ja, dan gaan we weer. Ik kan je nu al vertellen, er is helemaal niks aan de hand. Er is dus een geneutel in de ruimte, er is dus een viool op een vierkante millimeter. En toen ik milieuhygiëne ging studeren eind jaren zeventig, toen was er een hele hoop heisa over zwaveldioxide. Nou, daar hoor je helemaal niks meer over. Nee, want daar blijkt helemaal niks aan de hand te zijn. Wel is het zo dat ze allerlei zware industrieën hebben gesloten. Want oh, oh wat erg. Ja, die industrieën komen dus niet meer terug. Maar <laughs> met de zwaveldioxide was nooit wat aan de hand, man. Nee, het is allemaal uh, bangmakerij, toestanden. Nou, en... nee, meer niet. En ik zou het moeten kunnen mogen weten, want ik ben afgestudeerd milieuhygiëne en dan uh, specialisatie. Hoe uh, moet je dat noemen? Richting of zo, de studie richting. Luchthygiëne en verontreiniging. Dus als ik het niet zou kunnen weten, dan uh, wie dan wel, hè? En ik had hoge cijfers. Ik had in één keer door kunnen stromen... ...naar mijn studie, gelijk naar TNO. Ze wilden me daar wel hebben. Maar dat heb ik niet gedaan. Stoer, hè? Ja. En nu zit ik hier in een IKEA-bed van 130 euro. <laughs> En morgen ga ik beginnen als uh, huishoudelijke. Nee, dat is het. Ondersteunende dienstmedewerker. En dan ga ik uh, schoonmaken voor uh, gehandicapten. Ik moet iets van. Laat oh, moet ik alweer ook alweer beginnen. Even kijken hoor. Ik vind het wel spannend hoor. Half tien moet ik beginnen. In Rijkerswoerd. Ik heb de, de Clio besproken. Van half tien tot half twee. Ja. Vier uur lang schoonmaken. En vrijdag moet ik weer. Ja, had ik maar ja moeten zeggen tegen het TNO. <laughs> ja, ik weet precies wat ik doe. Hè. Zeggen ze. Hm. Mm. Maar windenergie, ja. Dus daar ben ik tijdens mijn studie ook mee bezig geweest. En. De grap is. Dat, er zijn twee fenomenen om te beginnen dan. Hè. Er zijn twee fenomenen waar je rekening mee moet houden. Het ene fenomeen is dat het op enige hoogte harder waait dan vlak bij de grond. Dus. Ja, wat je wil is dat je. Ja, windmolens. Ja, dat je windmolens zo hoog mogelijk plaatst. Dat wil je als eerste. En het tweede fenomeen is dat je. Als je een windmolen. Ja, die draait om een as. En als die as horizontaal staat. dan moet je die wieken. in de wind draaien. altijd. Dan moet je. Die moeten haaks op de wind staan. Want anders werkt die niet. Dan stroomt alle wind die stroomt er langs. En als je niks aan doet... Als je die, die wieken niet met opzet in de wind houdt... Dan gaan, dan draai, en het is draaibaar... En dan draait hij vanzelf in een dusdanige hoek... Dat alle wind er langs stroomt. En dan moet je met heel veel kracht... Moet je dat ding weer in de wind weten te brengen... Want de wind wil natuurlijk het liefst uh, met zo min mogelijk wrijving langs die wieken stromen. Snap je? Als die... Als die maar een klein beetje scheef staat, dan gaat de wind aan de ene kant harder duwen dan aan de andere kant. En uh, ja hoor. En dan staat hij dus niet meer haaks op de wind. Hè? Dus, zo'n windmolen met een horizontale as. daar heb je een stuursysteem bij nodig. die die wieken, die bladen, in de wind haalt. Nou heb je nog een andere manier om de windenergie om te zetten. in een draaiende beweging. want dat is wat je doet, hè. Dus die wind die stroomt over het uh, oppervlak heen. gewoon lekker heel, heel, heel rustig. Ik doe dat. <laughs> Dan denk ik, joh, daar kan ik zo veel Ja, denk nou even goed na. hè. Kijk, die wind die stroomt over, een, uh, over de grond heen natuurlijk. Ja, van links naar rechts. En dat is een rechte, recht toe, recht aan beweging. Hè? En die wil je omzetten in een draaiende beweging. Daar gaat het om. Eén ja, manier is om dan te werken met van die bladen, van die wieken. En de andere manier is om te werken met... Ja, dan heb, je de, dan heb je de as rechtop staan. En dan kan je dat met allerlei manieren kan je dat oplossen, schroepen bijvoorbeeld. Ja. Je kent vast wel van die windsnelheidsmetertjes. En dan hebben ze zeg maar, twee uh, pingpong, uh, nou, iets als een pingpongballetje. En die zaag je er midden, dan heb je twee van die halve bolletjes. En die zet je dan uh, enige afstand van elkaar en die monteer je op een verticale as en dan uh, die bolletjes dan uh, de ene met de bolle kant naar voren en de andere met de bolle kant naar achteren. Zeg maar. En in de, de bolle kant naar achteren die, die vangt het meeste wind en die met de bolle kant naar voren die gaat het makkelijker tegen de wind in. En dan gaat dus dat bolletje wat dus met de met de open kant naar voren zit richting de wind zit, die gaat naar achteren toe. En die andere gaat makkelijk naar voren toe en zo gaat hij een rond te draaien. Zo meten ze winstsnelheid. Nou, zo zou je kunnen werken hè? met uh, die wind, dus om te zetten in een draaiende energie. En het voordeel daarvan is dat dan de as, omdat hij verticaal staat. Uh, ja, het voordeel daarvan is zonder meer dat je hebt geen last meer van de windrichting-dingen. Dat werkt vanuit, want er komt de wind overal vandaan, maakt niet uit. Het principe blijft hetzelfde: als de wind ergens vandaan komt, dan gaat het ene bolletje, omdat hij met de holle kant uh, richting de wind staat, uh, gaat dus van de wind af. En die andere die wordt er makkelijk tegenin geduwd. Uh, en die wind stroomt er langs. Zo, zo simpel is dat. Het maakt niet uit waar die wind vandaan komt. En omdat die as verticaal staat, heb je de mogelijkheid om dan de dynamo, waarmee je de stroom opwekt, om die dan op de grond te hebben. En dat is handig. Dat is zonder meer handig. Nou, en wat een ander fenomeen is als je het hebt over wind, is dat als je in een landschap een toren maakt dan gaat het onderaan die toren gaat het ook hard waaien. En dat komt omdat die wind die, die gaat... Ja, die toren verstoort de windstroming. En dan krijg je wervels. En die wervels die gaan alle kanten op. Die gaan misschien ook wel naar boven toe. Maar die gaan met name naar onderen toe, denk ik. Dat je dat kan stellen, ja. Die verbreking, die... die die turbulentie die je dan krijgt, die gaat naar onderen toe. Dus je, je brengt de wind... De verstoring, zeg maar, de windsnelheid, de turbulentie... Die breng je naar onderen, die verlaag je. Ook een weetje. Hè? Dus dan weet je ook, nou weet je ook... Als je bij een flatgebouw... Uh, ja, vlak voordat je naar binnen gaat, onderaan die flatgebouwen... Uh, dan is het koud en winderig. Er komt dan die wind van boven, die wordt naar beneden geblazen. Dat kan je ook als je iets... ja, Je kan het je wel voorstellen, stel je hebt een... Dat je denkt aan een waterstroming en daar zet je een paal in. En dat geeft dus een verstoring in die stroming. En die verstoring die, die is niet alleen aan het wateroppervlakte, maar die, die gaat ook naar beneden toe. Het water daaronder raakt ook verstoord. En als je werkt met die verticale assen, dan maakt het niet uit waar de wind vandaan komt, als er maar wind is. Dus al bestaat de wind, hè, dus de, je hebt die, die toren en die breekt de wind, en dan krijg je allemaal turbulentie, allemaal wervels. En dat wervelt dan rondom die toren. En dan heb je overal rondom die toren. van die verticale assen. van die schoepen of whatever. Daar kun je proefjes mee doen wat het beste werkt. En overal heb je dan van die assen staan. en daaronder aan die as heb je een dynamo. Nou, en... ja, dat werkt denk ik uitstekend. Het is niet moeilijk te bouwen. Dus in plaats dat je zo'n hele grote, lange, hoge toren hebt met van die hele grote wieken eromheen, pak je het zeg maar kleinschaliger aan. Door heel veel van die verticale asjes te hebben. Hoog geplaatste en laag geplaatste. En dat allemaal rondom een toren. En die toren, daar kan je nog een functie voor verzinnen ook. Ik weet niet wat hoor, maar. Ik denk niet dat je erin kan wonen. Ik denk dat dat veel lawaai geeft, namelijk al die uh, ronddraaiende assen. Trillingen. Zo. Maar misschien uh, magazijnruimte of... Uh, of iets voor de... Uh, voor toerisme. Dat je naar boven kan, dat je een mooi uitzicht hebt. Je rondleidingen kan krijgen. En wat ook zo is, dat als je dat goed aanpakt, dat je achter zo'n zo windmolen uh, toestandgebied, uh, toren, hè, daarachter heb je relatieve windsnelheid, uh, windstilte. Dus daar waait het minder. Dat is logisch, want die windenergie die is opgeslorpt door die toren. En al die, die woningjes dus. En dat is weer fijn voor landbouw die erachter plaatsvindt. Want als planten ergens de schurf aan hebben, is dat aan wind. Planten houden niet van wind. Zelfs bomen houden daar niet van. En die zijn er nog goed bestand tegen. Maar denk aan gewassen en zo. Nee, joh. Die hebben er echt last van. Zeker kleine plantjes. Mooi niet hebben. Leuk hoor, als je dat zo voor je ziet. Hè? Hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik zie het dus al voor me. Hè? En wat zou dat opbrengen aan, uh, aan wattage? Ja? Ik ben erg benieuwd. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n. Dat je bijna gaat denken aan een. Ja, dat je meerdere torens maakt. Van mijn part uh, enige meters van elkaar. En dan tussen die torens maak je dwarsverbindingen en zo. En dan zit je helemaal vol met allemaal van die molens. En die zijn dan niet te groot ook, hè? Dat lijkt me ook zo handig om. Kijk, die molens die je nu hebt, dat is dan één hele grote lange paal. En dan enorme wieken en zo. Dat is natuurlijk veel werk om die dingen te plaatsen. Dat is... Terwijl als je het kleiner houdt. dan heb je, werk je, dan natuurlijk, dan heb je wel meer materiaal nodig. Lijkt mij. En je breekt de wind een stuk beter, dus je pakt meer windenergie uit de wind, meer bewegingsenergie. En dan heb je allemaal van die molentjes, nou dat, dat, dat kon een behoorlijk rendement zijn hoor. Kijk, zo'n windmolen die pakt de hoeveelheid windenergie, die is uh, evenredig met het aantal vierkante meters wind dat gebroken wordt door die molen wikken. Nou, stel je wieken van 8 uh, meter lang of zo, dus bij, bij elkaar zegt 20 meter. Nou, is het aantal vierkante meters wat dan gebroken wordt. Dat is dan 20 meter keer. is het? Dus pi r kwadraat. Dus dat is dan uh, 10 meter, en dan 10 keer 10 is 100. Ja. En dan keer pi, dat is 300 vierkante meter. Die 300 vierkante meter aan windenergie, dat ga je omzetten in elektra. Nou, dan ga je dat doen met allemaal kleine molentjes, dan moet je ook mikken op zo'n grote hoeveelheid vierkante meter. Waarbij de hoeveelheid wind die je uit de, de stroming trekt, bij zo'n stellage met allemaal van die molentjes, de hoeveelheid windenergie die je eruit trekt is veel meer. Je breekt de wind veel meer. Dus een enkele windmolen breekt de wind niet. Hè? Dus dat is dan weer fijn. Ja, dat kan wel eens heel erg efficiënt zijn. Maar dat moet je uitproberen. En dan hebben wij die rare Europese Unie en die gaat zich overal mee bemoeien. En, uh, en die willen dan meedenken, ja, en dan schiet dat niet op, hè? Dus je zou dat moeten aanpakken zonder dat je dat tegen hun vertelt. Moet kunnen, volgens mij, hoor. Dan eens even kijken wat het, wat het oplevert aan wattage. Dan kun je er wel eens van staan te kijken, hoor, dat het veel meer is dan je zou verwachten, hè? Hoe hoger, hoe beter. Dat, dat blijft het adagium. En hoe meer van die molens, hoe beter. En die dynamo's, ja, dat wordt wel een hoop productiekosten. Dat moet je. Maar die, ah, die dynamo's hoeven niet zoveel. Uh, want die dynamo's van die, die grote jongens die je nu hebt, uh, dat zijn hele zware, grote dynamo's. Is ook weer best duur. En wat wij dan nodig hebben in ons plan, of in mijn plan. Ja, ons plan is het eigenlijk. Want het is zo logisch. Dat het is van iedereen. Hè. Daar ga ik geen patent op aanvragen. Dat is zo voor de hand liggend, man. En dan heb je een hele stapel relatief kleine dynamos nodig. En een dynamo is naar mijn weten niet meer dan een uh, binnenste buitengekeerde. Nee, het is gewoon een elektromotor. Waar je geen stroom in stopt, zodat je een ronddraaiende as krijgt. maar waarvan je de as laat ronddraaien door de windenergie. en dan komt de stroom uit. Zo, je hebt een elektromotor die je verkeerd om hebt aangeslagen. aangesloten. Sorry. Dacht ik hoor, dat het zo werkte. Allemaal dingen die je uit kon zoeken. Hoor. Dat is het eerste experiment wat je kan gaan doen. Hè? neem je een dynamo van je fiets. En daar sluit je dan... Want die dynamo, hè, dat als, je, als je dat ding op de band doet, dan komt er stroom uit. Hè? Maar als je nou een stroom op zo'n dynamo zet, gaat die dan in de rondte draaien? Ja, <laughs> dat is een vraag. Hè? Ja, ik, ik weet het niet. Ik gok van wel hoor, En als dat zo is, ja, dan moet een elektromotor dus ook... Uh... Nou, zo kan je het ook doen. Als je een elektromotor hebt, dan uh, ga je dat asje van die elektromotor in de ronde draaien... en kijken of er stroom uitkomt. Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, waarom niet, man? Kan het eens een lachsvraag? Ik denk dat lachs het antwoord wel weet. Lachs is zo'n vriend van mij die ze weet veel van elektronica. Die weet het antwoord wel. Ik denk dat ik gelijk heb. Dat is toch leuk, joh. Ja. En windenergie, ja, het gaat ons niet. Dat uh, is geen uh, redder van Nederland of zo. Dat, maar ja, alles wat je gratis binnenkrijgt aan en energie, uh, waarom niet? Waarom zou je het laten lopen? Ja. En als je nou zo'n toren maakt, zo'n windbrekerstoren. Dat je dan kijkt naar de onderhoudskosten. daar dat heeft je natuurlijk wel mee te maken. En dat, even, en, dan, en dat weet je pas na een tijdje natuurlijk. En dan kijken wat je terugkrijgt van de NuWon of zo. Hè? Voor het leveren van stroom. Misschien speel je wel Kiet. Nou, dan zou ik het doen. Hè? En nou, als je als je kiet speelt na zoveel jaar, dan ga je daarna ga je natuurlijk plussen. Ja, want de eerste paar jaar moet je de bank afbetalen en dan daarna is alles afbetaald en nou, als je, je zo'n toren slijt niet natuurlijk. dat is gewoon baksteen. Steen. Een beetje stevig bouwen, ja, die valt niet gelijk omver, ver, die blijft al uh, heel lang staan. Ja, neem die Twin Towers daar in uh, New York. Als daar uh, niet die bommen in gezeten hadden, dan hadden ze nu nog gestaan. Vijftig jaar makkelijk moet zo'n ding kunnen staan. Oh, leuk man, met allemaal van die molentjes eromheen. Allemaal lekker simpel. En onderaan komt er een hele grote stroomkabel uit. En die gaat naar de Nuon. al wat andere maatschappij die daar. Hè. Die de Elektra wel lust. Nou, het zou een hartstikke leuk project zijn. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje aan het denken heb gezet over windenergie. En heel concreet, dus twee vragen. Willen wij dat Europa. Daar zijn, dus zijn ze echt mee bezig, stond in de krant. En, dan ga er maar vanuit dat het waar is zo. Het zou niet het eerste anti-Nederlandse beleidsplan zijn van de EU. Ik weet eigenlijk niet eens wat de EU nou in het verleden heeft besloten en geregeld, waarvan wij dan zeggen als Nederlander, oh oh oh, wat fijn. Volgens mij hebben wij alleen maar last gehad van de EU. Los van het feit dat het heel veel geld kost. En dat het leidt tot ergernis op alle fronten. Dan gaat Thierry Baudet weer met uh, die andere vent, die Geert Wilders. Uh, we zeggen, ja, we moeten stoppen met de EU. Heb je dat ook weer. Dat kost ook allemaal geld. Als de EU er niet was, man. Oh, een Nederland zonder EU. Nou, dan, dan daalt de rust hier neer, hè dan zijn weer fijn alle invoerrechten voor onszelf. En die gaan nu naar de EU, hè? Als er Iemand wat importeert hier in Europa... die invoertoestanden gaan naar de EU. Vroeger ging dat naar ons, hè? Nee, die poen zijn we kwijt. En een deel van de BTW gaat naar de EU. Dus als we stoppen met de EU... dan kan punt 1 van de BTW omlaag. Nou, dat is toch hartstikke leuk, of niet? Nou, jullie gaan lekker nadenken. Het tweede was dus hè, nadenken over de manier van windenergie. En omdat wat makkelijker... Uh, ja. niet, niet van die hoge technologie. Dat is geen Nederlands woord, denk ik. Hè? Maar high technology, dat is wat ze nu hebben. Dat is een best ingewikkelde ding, hoor. Die windmolens die ze nu bouwen. En wat ik net schetste, dat is niet zo moeilijk te maken. Je hebt zo'n verticale as, daar moet dus een, een dynamo uh, aan de onderkant zitten. En een soort van uh, ja, schroepen, dat het ding in de ronde uh, vloep, 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 gaat. Ah. En wat voor soort schroepen? Ja, ik zou het niet weten. Iedere vorm van schroep lijkt mij... Uh, Prima. Rekening houden met trillingen en zo. Je moet het goed uitbalanceren. Want als het gaat trillen, het gaat vibreren. En, en dan gaat er uiteindelijk iets kapot natuurlijk. Hè? Maar dat zijn dingen, daar kom je zo achter. Het zou toch leuk zijn dat een TU Delft uh, in samenwerking, samenwerking met een boer... Die dan zegt, nou dan mag je op dat stuk land mag je helemaal wild gaan. Of in samenwerking met een gemeente. Met een of ander gebied, en dat is aangewezen als industrieterrein. Maar er komt voorlopig helemaal niemand. En, en dan ga je daar zoiets beginnen. Waarom niet? Al een proefje. En die studenten kunnen daar fijn op afstuderen, toch? Nou. Die studenten lekker aan de slag. die hebben iets zinvols. Uh, wat ze uitknobbelen is goed voor de Nederlandse samenleving. En Brussel heeft het nakijken. Sterker nog, als wij dat goed doen, dan, uh, dan gaan die belgen naar ons komen en zeggen: Ah, wel. Hoe hebben we al nou gedaan. Daar hebben wij ook hoestingen in. dan gaan wij uit die bel gaan uitleggen. En waarom niet? Dan gaat de EU zeggen: ja nee, dat is Europese samenwerking gewoon direct tussen Nederland en België. Nee, maar dat kan niet, hoor. Eerst moeten, uh, dan moeten jullie eerst naar Brussel komen en daar vragen of je mag samenwerken met België. En dan gaan wij vragen: ja, wat zijn de voorwaarden? <laughs> <laughs> dat mag niet zomaar samengewerkt worden in Europa, want daar zijn wij voor. <laughs> je idioten. Volgens mij is de enige reden dat de EU met al die idioten dat die aan de macht blijven... Dat is, of aan, aan de macht blijven, nee, dat ze hun macht steeds meer uitbreiden. Dat is omdat wij hier in Nederland ook vol zitten met uh, ja, 98%. Dat zijn allemaal idioten. Die geen flauw benul hebben van politiek en sturing en dat soort dingen. En governance en... Uh, en dan gaan ze wel, uh, wel lekker vaak stemmen. Oh, leuk, ik mag weer stemmen. Ga, ga jij op stemmen? Ja, oh, ik denk uh, dat ik deze keer voor rood ga. Oh, ga jij rood stemmen? Nou, ik ga groen stemmen hoor. En iemand anders zegt, Ja, zag Die rode stemmers en die groene stemmers ik extra uh, blauw. En zo denken wij dat wij dan de boel aan het regelen zijn. Ja. Hm? En dan gebeurt ja, weet je wat er geregeld wordt, is dat er een nieuwe Europese president komt. En dat wordt niet die Frans Timmerhans. Of Hans Timmerfrans, hoe heet die? Ja, die wordt het niet. Die die gaat er wel uit, dat is wel duidelijk. Uh, maar ik zag nu uh, op het internet dat er komt een, uh, een nieuwe vlam. En die heet uh, Leiden of zo. Uh, met Von. En die is van de familie Saxen-Coburg. Dus dat is. Uh, wat een geslacht is dat? Hetzelfde geslacht als de, de Britse kroon. Van der Leiden of zo. Duitse oude Duitse adel. Nee, die wordt dan de president. Nee, daar ga je blij mee zijn. Gaat die de baas spelen ook over Nederland. Alsof zij wat weet van windenergie. En trouwens, wordt worden helemaal niet gekozen. Er is helemaal geen sprake van democratie. En wij leven in een soort van is het een aristocratie. Van de rijke mensen, de adel is de baas. En wat de adel doet, uh, wil ons een beetje lopen pesten over stikstofoxide. Nee, je mag geen windmolen, nee, 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 hou op. Ho, 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 ho. Als ze straks het Europese leger hebben, wat ze graag willen, dan kunnen ze dan dreigen. Want ja, als je nog doorgaat met het bouwen van windmolens, dan sturen wij het Europese leger naar Overijssel. En dan gaan we wel die windmolens slopen met grof geweld. <laughs> en dan leren wij de EU uh, ja, naar de ware aard kennen. Maar zover is het nog niet hoor. Nee, ga er maar eens even over nadenken. Heb je een goed idee, dan... We pleuren als reactie onder deze video. En uh, dan gaan we samen lekker uh, doorknobbelen. Hm. Trouwens, en ik ben al bezig. Ik heb een stapje gezet met uh, zonne-energie. Low-tech. Ik heb twee Peltier-elementen aangeschaft. Dus ik kan uh, uh, ja, warmteverschillen omzetten in stroom. Tja... Oh, daar ga ik nog een proefje mee doen. Dat ga ik misschien vandaag wel doen. Dat was het, ja. Ik wilde kijken of een Peltier-element... als je hem aan de ene kant warm maakt... en dan geeft hij stroom, hè? Maar als je hem aan de andere kant warm maakt... geeft hij dan ook stroom. een stroom die dan de andere kant oploopt. Dat was de vraag. Nou, die vraag die kan ik dus binnenkort gaan beantwoorden... want ik heb die dingen binnen... En ik heb het megabedrag uitgegeven van wel bijna 5 euro. Inclusief verzendkosten. Helemaal vanuit Amerika. By the way. En met Ideal betaald. Nee, nu gaan we lachen. Ik moest er wel 6 weken op wachten. Maar dat vind ik niet meer dan logisch. Hè? Die verzendkosten zijn er ook naar. Dat is echt helemaal nul in mijn broekzak. Dat hebben die Amerikanen slim geregeld. Chinezen kunnen het ook zo slim hoor. Dus dan heb je het niet morgen in huis. Maar dat hoeft er ook niet. Ik, heb, ik had helemaal geen haast met die Pathé-elementen. En hier kan ik dus niks doen met windenergie, want dat kan ik hier niet maken. Hè? Ik woon in een fletje hier uh, in het centrum van Arnhem. Ik vang helemaal geen wind, man. Ook niet zoveel zonlicht, maar daar kan ik wel wat mee doen. Hè? In ieder geval een proefje nemen. Hey, uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop op een reactie. En ik kom hier nog op terug, ja? En uh, dan zeg ik op zijn hamburgers tjus. En dag, jonge onderzoekers.